lieve mensen, welkom bij Team Dief. Je hebt met de slijmbal. Ja, dat klopt. Nee, ik zal het even gewoon normaal doen. Good morning, YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff. Beter? Oké. Nou, doen we het gewoon volgende keer zoals normaal. Ja, toch? Maar jongens, de gameplay waar jullie naar kijken, dat is een potje van gisteravond. En gisteravond speelde ik met Vis, Robin en met de King, met Paul. En ja, het is op zich wel een leuk potje. We hadden hiervoor hebben we 1v3 gedaan en het was gewoon één groot drama. Het is gewoon totaal niet speelbaar meer. En ik weet ook niet waarom, weet je. Ik vind het gewoon jammer, weet je, dat het gewoon kut gaat allemaal. En niet omdat ik dan gewoon geen gameplay kan halen. Nee, het is gewoon... Ja, laggy, het is gewoon met één kogel ben ik dood, terwijl ik 3,5 clip nodig heb. Dat soort dingen allemaal. En het is gewoon erg jammer en er zit gewoon veel bullshit in, weet je. De jongens zijn ook al sinds die laatste patch, is het gewoon één groot drama. Je komt alleen maar van die fucking snipers tegen. Over snipers gesproken, ik heb natuurlijk ook, zoals jullie, heb ik natuurlijk Ghost gekeken. Die trailer, godsamme, heb ik weer de hik. Maar ja, dan heb ik ook die trailer gekeken en ik heb het samen met mijn vriendin gekeken. Het eerste wat ze zegt, nee hè, er zitten snipers in. Ze speelt het eigenlijk nooit hoor, maar ze hoort het ook al van ons, weet je. Dat snijpen, dat is gewoon één groot drama. Het is de grootste bullshit ooit, weet je. Ja, ze kunnen het wel patchen, zodat die snipers, dat quickscopen eruit gaat en zo, weet je. Maar ja, wat krijg je dan weer? Dan gaan ze weer een hoekje lopen kloten en dan gaan ze gewoon hardscopen. En... ja, dan moet ze het gewoon zo maken dat het alleen een headshot one kill is. En dan gewoon, als je hem op zijn body raakt, dat je gewoon 15 kogels nodig hebt of zo, weet je. Want je krijgt echt het scheiden van die gasten. En als je te lang stil zit, dan ga je ook gewoon dood, weet je. Dat moeten ze er eigenlijk in maken. Nou ja, goed. Ja, wat vind ik nou eigenlijk van Ghost, van die trailer? Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb zoiets, nou, ik moet hem eerst maar eens even gaan spelen, denk ik. Want zoals ik de trailer kijk, heb ik zoiets van... Ja, wat moet je ervan vinden eigenlijk, weet je? Ten eerste al, ik had zeker gehoopt op een sniper lobby only. Dat je gewoon totaal geen last meer hebt van die snipers. Laat ze maar lekker zelf, die 10-jarige kinderen, gewoon zelf lekker lopen kloten in een hoekje. En weet je, ik ben daar klaar mee. Verpest gewoon niet onze avond, weet je. Ik heb altijd heel veel plezier in gamen. De laatste tijd in MW3 weer wat minder, want ja, dat zeg ik net al. Het is gewoon één groot drama. En ik denk dat het een beetje, als Ghost gewoon nu faalt, Battlefield wordt sowieso nu al veel beter natuurlijk. ja, dat weet ik nu al. Nee, maar goed, dat wordt gewoon een hele goede game, weet je. En ja, als Ghost nu faalt en Battlefield die racht er gewoon overheen, hè, Battlefield 4. Ja, dan is het gewoon klaar, weet je. Dan is Ghost klaar gewoon, of tenminste, God is klaar. En ja, dat zie ik eigenlijk wel gebeuren. Ik zie God ook eigenlijk wel verdwijnen, ook van YouTube, weet je. Dat gewoon mensen het totaal niet meer leuk vinden. Niet meer om te spelen, maar zeker niet meer om te kijken. Black Ops 2 is dat nu ook al zo natuurlijk. Het is ook gewoon al een drama. Maar dit is trouwens wel het gesprek van de dag. Ik denk dat iedereen het er wel over heeft, weet je. Over Ghost. En natuurlijk over Battlefield. Ik zit er echt op te wachten. Ik zit echt te wachten op Battlefield. En ik heb gewoon heel veel zin in. En ja, het enige nadeel vind ik wel dat je vaak commentaries krijgt van 3 kwartier. Nou, probeer maar 3 kwartier vol te lullen. Ik moet eerlijk zijn, als ik een 12 minuten, 13 minuten moet vol lullen, ja, dan is het al vrij lastig. En ik doe het altijd random, weet je. Ik ga gewoon zitten en ik lul gewoon met gewoon en de ruimte in. En dan worden ook meestal de leukste commentaries. Als je gaat opschrijven en je gaat een beetje autocueën, zeg maar, ja, dan is het nooit zo leuk om naar te kijken. Vind ik zelf, om in ieder geval naar te luisteren. Dan is het net alsof je het signaal volleest. En ja, dan heb ik zoiets van... nee, dat moeten we maar niet doen. Ik moet ook eerlijk bekennen, in het begin schreef ik het wel op, weet je wel. Een verhaaltje zo van, nou ja, dat ga ik doen, dat ga ik allemaal doen, dat ga ik allemaal doen. En dat ga ik zo en zo vertellen. En dat doe ik nu niet meer, al heel lang al niet meer hoor. Want het was echt in het begin eigenlijk dat ik dat deed. Wat je wel kan doen natuurlijk is als geheugensteuntje natuurlijk een paar punten opschrijven. Dat kan natuurlijk wel. Maar goed, wat me ook opviel bij Ghost Trailer dan. Dat is eigenlijk dat je toch wel veel dingen terugziet van Battlefield 3. Weet je, het knijfsysteem. Doordat het knijf gewoon wat mooier is. Dat is echt van Battlefield af.
Ja, en ook kan je geloof ik mensen weer oppakken, hè. Dus als ze dood zijn, dat je hem kan, ja, dat je hem weer levend kan maken door middel van zo'n klapkast. Nou, daar heb ik ook nog een keer een commentary over gemaakt en zo. En ja, dat hebben ze ook van Battlefield. En ja, ik vind dat wel, ik vind, ja, dat heeft wel wat, weet je. Dus dan is het niet dood. Nee, dan is het gewoon, dan heb je nog een kans dat je teammaat je helpt. Weet je, hier komt een fucking granaat naar binnen. Dan kon ik niet meer wegkomen, toch? Ja, wel, nog wel. Oké, nou was het zeker een ander potje of zo. Kon ik net niet wegkomen, ging ik dood. Maar goed, ja, dus ja, ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden. En ik wacht ook een beetje de reactie af van Paul. Ik heb Paul gesproken en ja, nou ja goed, vraag zelf maar aan zijn mening. Volgens mij gaat hij er ook een videootje over maken. Maar hij gaat hem ook zelf spelen en dan ja, wacht ik gewoon even zijn reactie af. Misschien koop ik hem wel niet eens, ik weet het niet. Maar goed, we zien het allemaal wel en we zien ook wel waar het schip strandt natuurlijk met die games. Ja, ik wil nog heel even gaan hebben over mijn sponsor. De laatste tijd krijg ik veel berichten. Jeff, wat is er nou in godsnaam met Xbox totaal aan de hand? Nou, ik heb inmiddels heb ik begrepen dat ze bezig zijn met de website aanpassen en zo. Ze gaan nou voor PC en PlayStation ook dingen doen en zo. Dus ja, dat is alleen maar een voordeel. Maar ja, er zit al tijd in natuurlijk. De vakantie zit er ook nog tussen. Daarom ook, als je op de website kijkt, er was ook een Jeff, heel veel is er uitverkocht en dit en dat. Wat is er aan de hand? Stoppen ze ermee of zo? Of gaat het niet goed? Weet ik veel wat. Nou, zover als ik weet, zijn ze echt alleen maar bezig met de winkel uitbreiden eigenlijk, laat ik het zo maar even zeggen. Dus dat komt allemaal goed. Hou gewoon het, ja, hou het gewoon in de gaten. Hou ook gewoon even Facebook van hun in de gaten. En dan, ja, dan blijf je ook een beetje op de hoogte af en toe. Dan, deel ik het ook nog wel eens op Facebook. Hè. Als ze wat te vertellen hebben of zo, dan, ja, dan ga ik dat ook gewoon even delen met jullie natuurlijk. Je kan me ook volgen op Facebook. Ik doe er niet heel veel mee. Ja, af en toe dan deel ik dat soort dingetjes, weet je wel. Voor de rest zet ik er weinig op. En ik, ja, weet je moet zelf wat tijd in steken in YouTube. Natuurlijk heb ik ook nog mijn meisje en mijn werk. Jullie hebben allemaal vakantie gehad. Jullie zijn allemaal lekker weg geweest of misschien niet. Maar goed, dan ben je wel thuis geweest. En dat heb ik totaal nog niet gehad. Ik ben alleen maar aan het werk geweest al 6 jaar lang. 6 jaar lang niet op vakantie geweest. Natuurlijk ben ik wel al 3 dagen ben ik toen weg geweest naar de Efteling, hè, met mijn familie. Of tenminste met Sander ouders, met de zuster, met de man. En die kleine natuurlijk, mijn topper, mijn beste maatje. Het is mijn kleinste grote vriend, zeg maar. Hè? Als je me goed begrijpt. Nou, maar goed. Gewoon een topventje is dat. En ja, toen ben ik wel weg geweest. Maar wat heb ik altijd? Als ik wegga, weet je, ik ga op vakantie. Ik ga gewoon een weekje pleiten of zo. De eerste 3-4 dagen ben ik gewoon ziek. Want dan kom ik tot rust. Dan ben ik er gewoon ziek van, weet je wel. Ik krijg een koorts, ik word grieperig, voel me niet lekker. Het is niet dat ik verreisd ben of zo. Nee, het is gewoon, dan kom ik tot rust. En dan is het gewoon een groot drama, weet je. En dat vind ik jammer. Dus dan ben je gewoon 3-4 dagen van die week weer kwijt. De keer wel zeggen, Jeff, maar dan ga je toch 3 weken op vakantie. Ja, dat kan ook wel weer. Maar ik heb daar gewoon niet zoveel zin in. Eigenlijk. En kijk, zoals jullie weten, en jullie kijken weer video's van Jeff op meer hobby's, weet je. Ik ben ook blij als ik gewoon een week vrij ben. En dan ga ik gewoon lekker een dagje met de motor weg. Of ik ga gewoon lekker even varen. Weet ik veel wat. Ik ga even een dagje vliegen, hè, modelbouw vliegen. Dat vind ik ook erg leuk om te doen. En de laatste tijd gaat het trouwens ook wel heel goed. Ik hoop dat ik eerder zo ook gewoon af kan vliegen. Voor het vliegen moeten we een buffet halen om alleen te mogen gaan vliegen daar op het veld dan bij ons. Nu vlieg ik nog onder begeleiding. Dat doe ik natuurlijk door, onder begeleiding van Niels. Van de week was mijn vader ook geslaagd voor zijn Big Lift. Buffet, dat is eigenlijk een zwaar motorvliegtuig eigenlijk. Voor in de modelbouw gebeuren dan, hè. Dan, die telefoon, dat heb ik altijd, jongen. Dat is toch een drama. Moet je horen, leuk melodietje, joh. Wat gezellig. Nee, maar goed. Dat is mijn wekker. Het is nu 12 uur. Je wekker? Ja, die zet ik extra eigenlijk omdat ik middagdienst heb. Dus dan heb ik in ieder geval nog 2 uurtjes, weet je. Nee, maar goed. Dus ik mag ook een beetje met hem gaan vliegen en zo. Oh god, de gameplay zit er alweer bijna. Die gameplay die zit er alweer op. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet mij niet te volgen op Twitter. Want af en toe ga ik weer eens spelen met subs.
En dan kan je gewoon meedoen. Dan stuur ik je gewoon een berichtje uit op Twitter natuurlijk. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie later. En vergeet natuurlijk niet eventjes een stoppenbol te kijken. Die komt vanavond, geloof ik, om 7 uur online. Check die ook gewoon eventjes op beide kanalen. Natuurlijk op mijn kanaal, Team Dief, en op het kanaal van Vis. Jongens, we sluiten af. 16e maart. En tot later. Ciao.